Deze beschouwing, die gaat over Abortus. Ik moet nog een beetje een leuke titel verzinnen, maar als ik zo dadelijk klaar ben, dan weet ik hem wel. En jullie weten hem nu al, want hij staat boven deze uitzending. Het is nu een donderdag. Ik ben net even bij de tandarts geweest. En ik heb voor de rest van de dag uh, geen klussen bij de geestelijke gehandicapte, lichamelijke gehandicapte zorg. Want ik had er rekening mee gehouden dat het een zware klus zou worden bij de tandarts, maar dat viel heel erg mee. Anyway, ik heb de rest van de dag lekker vrij. Het is na tien uur s morgens. De bezoek aan de tandarts is voorbij. Ik heb lekker een kopje thee en jij ligt hopelijk lekker in bed. Of iets anders, dan gaan we lekker rustig doen. Dan nemen we ook maar een kopje thee, wat maakt het uit? We gaan lekker een uurtje kletsen. En het onderwerp is abortus. Heb ik het vaker over gehad? <coughs> en misschien dat je nieuw bent in het luisteren naar mijn stem. En dan, nou, dan heb je nog een hoop nieuwe dingen te horen. Uh, heb je het al eerder gehoord dan... Nou heb je toch nog respect te hebben voor het feit dat ik het er weer eens over ga hebben? Want wat is dit nou? Lekker hm, lekkere thee. Kijk, abortus, dat. Het is van alle tijden, denk ik. Hè, vrouwen die hebben zich op seksueel gebied. Uh, ja. Losbandig gedragen, en raken zwanger en denken, oeps, dat wil ik helemaal niet. En er zijn ook gevallen dat vrouwen zich niet losbandig hebben gedragen, maar die zijn uh, ja, onder geweld of zo, hebben ze seks gehad. Onder dreiging van geweld of met geweld. Verkrachting heet dat. Hè? Maar wow, dat... nee, daar komt niet veel voor. Hè? Als je het hebt over abortussen, dan... Ja, dan is het bij een op de duizend of nog minder gaat het om verkrachting. En een andere reden om een abortus te laten plaatsvinden is omdat er sprake is van een mismaakt kind. Um, ja, dat, is ook, dat zijn grensgevallen. In beide gevallen, by the way, ben ik van mening dat je heel terughoudend moet zijn met het aborteren, het afbreken van de zwangerschap. Er zijn mensen mismaakt ter wereld gekomen. En hebben een menswaardig leven daarna gekregen. de mensen waar ik nu dan de ondersteuning voor doe. Ja. Er is er eentje bij, en die kijkt altijd naar mij en die zit dan een beetje. Dus Het heeft een best mooi gezicht, ja. Ze heeft leuke, geinige ogen. Maar ze kan helemaal niet praten. Ze kan... ja, de fysiek is heel. Ja, ze zegt niks. Ze kan niet eens in een rolstoel zitten. Ze hebben voor haar een soort rijdende lichtconstructie gemaakt. En dan kan ze inliggen, maar dan moet ze liggen in een. Ja. Yeah. Ja, een soort matras met allemaal kuilen erin en bulten, en dan daar past zij, alleen zij past daar precies in dan kan ze niet uitvallen, wat was het nou laatst dat is, uh, dan kwam ik langs met mijn met mijn emmer en mijn en mijn <laughs> En toen zei zo'n uh, zo begeleider, uh, die begon tegen haar te praten. Uh, kijk, daar is Perry. Nou, en die wenkte mij ook, hè? van ja, kom er even bij staan. Ik dacht, wat gaan we nou, hè? En toen werd het mij uitgelegd dat ze waren bezig met een bloedonderzoekje bij haar. Ze hadden de verdenking dat er iets niet lekker ging met de medicatie of de bloedsuikergehalte of zeg maar. En er moest bloed geprikt worden. En zij kon dat doen. En toen had ze tegen haar gezegd, die vrouw die in die lichtconstructie zit. Van. Uh, zo dadelijk als je geprikt bent. dan komt Perry even kijken. Dat is wel heel leuk hoor. Dan komt Perry even kijken naar uh, je arm. Nou, zei die begeleider tegen mij. En dat hielp joh. Ze ging helemaal stralen en ze stak de rechterarm uit. Van nou, ga dan nou maar prikken, want als Perry komt kijken... nou, dan doe ik het wel voor. <laughs> ik apen trots, natuurlijk. Ja, op een of andere manier uh, lig ik heel goed bij haar. Ik kan niet met haar praten, dat, dat gaat niet. Maar ze kan dus kennelijk wel uh, woorden verstaan... En ze weet wie ik ben. Ja. Dus het woord Perry... dat kan zij connecten aan mijn aanwezigheid. Ja, met die flapporen, en die dikke bril. En, uh... Nou, dat weet zij. En voor de rest. ja, ze kan helemaal niks. Ze krijgt uh, zondevoeding volgens mij. Ik weet het niet eens precies. Oh, die heeft één die op één verzorging heeft nodig. Anders zou het sterven. Kreperen, moet je zeggen. Of één op één, dat is niet helemaal waar. Maar ze heeft hele intensieve verzorging nodig. Maar nou, ze heeft echt een hele leuke oogopslag. En als ze mij ziet, ja, dat zie ik ook. Dat ze echt naar me kijkt, van oh, daar is Perry weer. Ja, dat vind ik toch leuk. Ja? Dus die iemand, die heeft een leven. Het kost wel geld. De samenleving moet daar vet voor betalen. Dat wel. Dat is niet gratis wat daar even gebeurt voor zo iemand. En uh, wij hebben geen keus, vind ik. Iemand zoals zij, je hebt er geen keuze in, daar hoor je voor te zorgen. En dan zou je kunnen zeggen: we, Ja, dat, is gewoon, uh, dat had je in de buik uh, al kunnen constateren. met uh, vruchtwateronderzoek. En uh, dan gewoon even apporteren. En uh, nou, dan had Perry uh, helemaal niet hoeven schoon te maken daar, want dat uh, was het er helemaal niet. Ja, ik laat even een pauze vallen. Want, daar heb je toch helemaal niks aan? Laat mij lekker schoonmaken daar. En, en zij is niet het enige geval. Er zijn er meer, hoor. Die hadden ongetwijfeld bij vruchtwateronderzoek... was er iets naar boven gekomen... en dan had de dokter heel zorgelijk gezegd... yo, jo, joh, joh, hoe dit... Jo, maar, uh, ja, moet je nou toch eens kijken. Ik kan wel zien dat... Uh, ja, dat blasto meer. daar ging het al mis. En uh, ja... Uh, nou, we hebben hier een extra monstertje genomen... maar dat ziet er ook niet goed uit. En uh, Oh, dat is het syndroom van la pech. Dat is heel erg pech. Ja, toch? Maar dat wil je toch niet, zo'n samenleving, of wel? Ja, ik niet. Ja, nee, sorry dat ik even fel werd, maar uh, ja, ik niet. Ik wil een samenleving waarin dat soort mensen. Nou, dan heeft het maar iedere dag verzorging nodig. Nou, en. Wat maken we nou uit? Waar moet je anders de grens leggen? Ja, ja, nou, ik vind dat iedereen hè, waar ik dan werk. en ik, ik heb echt dus met ongelooflijk laag niveau te maken. ook. Maar ook. Uh, tot en met mensen waarvan jij en ik zouden zeggen. van. Nou, zeg. Je heeft dat hulp nodig. Nou, volgens mij. moet dat gewoon even. Uh, uh, gewoon even een. Uh, nou, ja, moet je zeggen. een schop onder de reet krijgen? Of zo? Nou ja, niet letterlijk, maar. Uh, een beetje geholpen worden en dan. huppakee zeg. Uh. We hebben allemaal wel wat. Dus ik heb dat hele. De hele noem het maar het hele spectrum of zo. wel zo'n beetje gezien, denk ik. Er is ook zo iemand. en uh, die. Er werd ook tegen mij gezegd, want ze doen helemaal niks met hem. Maar een van die begeleiders die zei dus tegen mij, geheel ongevraagd, maar misschien wel uit. Ja, ter voorkoming van. rare gedachten van mijn kant of zo. Want ze doen helemaal niks met hem. Hè? Ja, wat morgens wordt hij uit bed gehaald. En dan weten ze er ontbijt in te, in te froppen. Nadat ze hem. Ja, hij kan ook zelf niet douchen, neem ik aan. Dus dan moet dus hij een douche, dan moet hij aangekleed worden. En dan wordt hij ergens geparkeerd. En dit zit. Echt hoor? Meer helemaal niet. En iemand van de begeleiding die zei tegen mij: van ja, we hebben met hem geprobeerd om zoiets te gaan doen als even naar buiten. Want ze kunnen hem wel in een rolstoel uh, prakken en dan een eindje met hem gaan lopen. Maar uh, daar doen we hem geen plezier mee. Dan raakt hij he helemaal van de mik. En dan krijgt hij te veel prikkels. Als nee. dus je wat s'morgens uit bed gehaald er wordt ontbijt ingeprakkerd en hij ja, wordt van bed gehaald, hij wordt gedoucht, hij wordt aangekleed, hij wordt er wordt ontbijt ingedaan. In Je moet hem voeren, hij kan zelf niet eten. En dan wordt hij bijvoorbeeld op een waterbed uh, gezet. Dat waterbed, er zit een, een soort hekwerk omheen dat hij er niet af kan vallen. Maar dat probeert hij ook niet, hij probeert niet te ontsnappen of zo. Die zit de hele dag op dat waterbed. En dan soms halen ze hem van het waterbed af en dan zetten ze hem op een bank. En dan zit hij daar. Ja. En soms uh, zetten ze hem buiten neer. Als het lekker weer is. Ja. Dat is het. Maar hij kan niet praten, hij kan helemaal niks. Hij moet gevoerd worden. Zelfs dat. En ja, poepen doet hij waarschijnlijk in een luier. Dat kost een hele hoop zorg. Ik was vandaag... of vandaag, ik was gisteren op een plek... en dan kom ik daar om schoon te maken... en iedereen is naar het activiteitencentrum... van de bewoners... en er was er één iemand... en die was er nog even bezig... voor de administratiedingen, dingen. Moeten ze rapportages doen... of een planning voor de volgende week... of zoiets. Dan is een man nog even bezig... in dit geval een man... En, en die kapte dan mee om een uurtje of elf. En, en dan gaat hij van Pleitenstein. Dan heb ik lekker het Nou, Op die andere plek waar die hele laagbegaafde persoon zit. Daar is de hele dag iemand aanwezig. Die heeft niks te doen. Maar je, je kan die mens niet alleen laten. En wat je ook niet kan doen is dat je tegen mij zegt: van, nou, als je toch aan het wijlen bent, hou even een oogje op die man. Dat kan ook niet. Dat dus de moed. Ja, er moet de hele dag door iemand bij, zijn, bij hem in de buurt zijn. Nou, reken maar uit wat het kost. Het is uh, duur hoor. Is dat uh, is dat het geld waard? Ja, als je denkt in economische principes. Een, uh, ja, consumeren en produceren. Ja, die persoon in kwestie produceert helemaal niks... Dus als je, als je het zo gaat bekijken, dan ben je snel uitgekletst. Maar dat is niet het enige waar het om gaat. Een maatschappij waarin dat soort mensen. Uh, ja, Geapporteerd worden. of als ze er niet achter zijn gekomen tijdens het vruchtwateronderzoek. maar pas na de geboorte. en dat na de geboorte wordt gezegd. van ja, nou ja, laten we er maar mee ophouden. want dit kost alleen maar geld. En zo'n maatschappij wil ik niet. Ik weet niet of jij die wel wil. maar dan lijkt het me van het grootste belang. dat we bij elkaar gaan komen. en dan overleg gaan hebben. En ja dat mijn maatschappij waarin dat soort mensen een zo menswaardig mogelijk leven krijgen, dat die dan maar een andere plek krijgt dan de maatschappij waarin jij wil wonen, waarin dat soort mensen in de baarmoeder of vlak daarna of whatever, eh, wordt dat, worden die levens beëindigd? Ik stel het maar even strak, hè? maar dat is zoals ik erover denk. En ik vind het heidens om uh, zo te denken als mensen die dan zeggen: van nou je moet vruchtwateronderzoek doen en, lalala, en dan moet je maar apporteren. Als, het, uh, als de verwachting is dat het niet gaat om een producent, maar om iemand die meer zal consumeren dan produceren. Ja, want waar leg je de grens? ik ken iemand en die heeft een uitkering en die heeft ook een zorgtoeslag en die doet de godganse dag doet hij niks anders dan spelen met zijn Linux-computer en pinnen bij de supermarkt voor bier en van die krantenklare maaltijden en voor tabak en dan haalt hij ook nog iets en dat is het. Als er komt één à twee keer per dag, komt hij buiten. En is het. Hij maakt niet eens zijn eigen woning schoon. Als je bij hem binnenkomt, je, je schrikt je eigen helemaal te pletter. Dat, 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 dat geloof je gewoon niet. Het, het frituurvet zit daar tegen de muren op. Ik wil niet zeggen dat het bij mij thuis zo ontzettend uh, hygiënisch dingen is, maar uh, nou, vergeleken bij zijn woning is het echt ongelooflijk. En hij zei een keer doodleuk tegen mij dat ze vanuit de overheid zoiets hadden van, ja, je mankeert lichamelijk gesproken helemaal niks, je geestelijke vermogens die zijn ernaar. Uh, jij kan wel degelijk werken. Waarop hij zoiets had van, nou ja, kom maar met een baan. Nou, dan kwamen ze met een baan en zeiden, ja, mijn vermogens, mijn talenten, die overstijgen het niveau wat nodig is voor die baan. Dus ik hoef dit werk niet te accepteren. Dus doe mij die uitkering maar, plus die zorgtoeslagen. Ik weet wel waar de supermarkt woont en waar de, de wietshop zit. En dan ga ik iedere dag spelen met mijn computer. Ja, is die man productief? Nou, ik dacht het niet. He, die kost uh, netto uh, 12, 1300 euro in de maand. Dus ze maar, iets van 15.000 euro per jaar of zo, wat er naar hem toestroomt. Want ik heb waarschijnlijk ook vakantiegeld. 15.000 euro per jaar zonder meer. Plus er moet een toezichthouder op. En uh, ja, doet dit. Nou ja. En hoe lang is dit geintje al bezig? Bro, wow, hij heeft al uh, tien jaar erop zitten volgens mij hoor. Want hij had ooit een baan, maar hij zoopt zo ontzettend veel dat zijn baas daar moeilijk over ging doen. En toen is hij daar de tent uitgetrimd. Ja, als je zoveel suipt en zoveel bloot en dan ben je 's morgens niet helemaal helder of wel. Ja, moet je dan die mensen ook maar uh, termineren? Snap je? Het is een glijdende schaal. Dit, dit is maar even mijn verhaal. Ik laat even een pauze vallen, snap je? Het gaat erom dat jij er ook over nadenkt. In wat voor maatschappij wil jij wonen? Iedere maatschappij heeft zijn eigen morele. Verhaal. Dus abortus uh, toejuichen, uh, abortus faciliteren. In het geval dat de verwachting is dat uh, de mens in de buik uh, meer zal consumeren dan produceren. Ja, ja, als jij ervoor bent, dan stel ik toch voor dat. Uh, ja, dat er een, ergens een plek komt op deze aarde. waar ik met mijn soortgenoten, geloofsgenoten, moraalgenoten ga wonen. En met een andere moraal dan die. En dat ook. Dat er ook geen huwelijken plaatsvinden tussen. Uh, ons grondgebied en jouw grondgebied. Want er worden onze kinderen straks ook vermoord. Als de verwachting is dat ze niet productief genoeg zullen zijn. Je kan. Alleen tot de waarheid komen door te beginnen met de zaken zwart-wit te zien. Dus medische indicaties zijn, wat mij betreft, geen reden om een abortus te laten plaatsvinden. Of je het uiterste geval is. Dat het gaat om een mens die niet tot leven zal komen, die zal sterven voordat hij überhaupt de baring mee zal maken. En waarbij de moeder ook nog het risico loopt om dan ook te sterven. Dus je hebt met een hele hoge waarschijnlijkheid twee doden, of maar één. Want we gaan de moeder redden, want dan is er nog eentje in leven, en anders hebben we twee doden. Maar dat zijn heel, heel, heel uitzonderlijke zwangerschappen. Daar hoef je geen wetgeving voor op af te stellen, lijkt mij. He? Nou dan. Nou dan heb je nog het hekele punt van verkrachting. Nou verkrachting is een groot probleem. En het faciliteren van abortus na een verkrachting is geen oplossing, is geen remedie voor verkrachting. Ja, als je wat wilt doen aan verkrachtingen, dat je zegt, van, nou, er worden zoveel vrouwen verkracht en dat valt trouwens reuze mee. Ja, hoe vaak wordt er nou een vrouw verkracht? Ja, ik hoorde er dus bijna niks van. Hè? De, de, de laatste keer dat ik hoorde van een verkrachting, uh, dat die moeder later tegen me zei van ja, dat bleek helemaal niet waar te zijn. Haar dochter had dat verzonnen. Dat was de laatste keer dat ik hoorde van een verkrachting. In mijn kring dan, hè. En dan heel, heel, heel lang geleden... Dat was in mijn studententijd. Toen, weet ik, toen, is er, toen is er een meisje lastig gevallen in de fietsenstalling. Door een of andere maloot. En een meisje heeft ontzettende stampij getrapt. Maar er is verder niks gebeurd. Er was alleen maar uh, schrik. En ja, wel heel vervelend. En ze had verkracht kunnen worden. En, maar uh, ja... Maar er is niks gebeurd en die jongen in kwestie is opgepakt door de politie. M'af Ah, ja, Meer weet ik dus niet. Hè? Dus in mijn hele leven is er nog nooit een vrouw verkracht. Niet dat ik het weet. In elk geval. Dus hoe vaak komt verkrachting voor? Nou, ik vraag het me af. Nou, en dan heb je verkrachtingen die dan daadwerkelijk plaatsvinden. En dan daarvan de verkrachtingen die daadwerkelijk leiden tot een zwangerschap. Ja, dan heb je toch over uh, uitzonderlijke gevallen. Uh, mag je dan in die gevallen zeggen dat abortus Makkelijk gemaakt moet worden, dat dat gefaciliteerd moet worden. Ja, nou, dat is een hele goeie om over na te denken. Want aan alles wat je beslist, er zit een positieve kant aan en een negatieve kant. Alles. Hè? Nou, een vrouw is verkracht, nou, die heeft daar een trauma van, dat kan niet anders. En dan moet ze ja, minimaal negen maanden of zo in de rond te lopen met die vrucht in haar buik. Nou, de eerste paar weken is dan niet bewust. Maar dan komt ze erachter dat ze niet opnieuw ongesteld wordt. En dan, ja, dan weet ze dus dat ze zwanger is. Ja, en dan begint het dus. Hè? Het lijkt mij niet makkelijk voor die vrouw. Nou, dan is de vraag: wil die vrouw dat kind. Want dat kan. Er zijn vrouwen die zijn verkracht. en die zeggen: Nou ja. Ik ga toch zorgen voor dat kind. En dan moet ik daar maar een vader bij gaan zoeken. Misschien dat ze zelfs de, de verkrachter uh, verantwoordelijk houden. Dat kan ook nog. Van, nou, hij heeft me verkracht en uh, hij betaalt maar. Vrouwen met ballen noem ik dat hoor. Maar die zijn er. Die vrouwen dat zo stellen. Nou, ik ben verkracht door Joris. En uh, ik heb een kind in mijn buik. Dat is van Joris. Uh, dat kind ga ik baren. En Joris gaat betalen. En dat kind krijgt te horen dat Joris zijn vader is. En dat Joris mij verkracht heeft. Dat zijn vrouwen met ballen. Ja. Huh? Maar goed, er zijn vrouwen. en die willen niet die verantwoordelijkheid. voor de zorg voor dat kind. En. ja, die kunnen dat kind afstaan. Ja. Oh, dus, dat. Ja. Het klinkt een beetje gek wat ik nou zeg. maar een kind wat bij geboorte wordt afgestaan. Uh, ja, dat is, heel, dat is een heel aantrekkelijk geval. voor adoptie. Ja, een kind wat. al een. Een papa-mama-situatie een heeft meegemaakt en dan uit die situatie wordt weggehaald en dan in een nieuwe situatie wordt geplaatst. Dat is altijd problematischer dan een kind wat bij geboorte al gelijk. Uh, ja. ja, dat kind weet niet beter namelijk. Dus als jij als vrouw uh, uh, verkracht bent. En je geeft aan: van nou, ik, ik wil niet voor dit kind gaan zorgen. Dat zit er even niet in. En Perry kan wel zeggen: van ja, als je dat wel doet, dan ben je een vrouw met ballen. Nou, ik ben dan een vrouw zonder ballen, ik heb er geen zin in. Dat is helemaal niet erg. Nou, dan, zo snel mogelijk aangeven. En dan kan er op zoek worden gegaan naar een, een adoptiegezin. Nou, die mensen mogen, waarom niet, uh, kennis maken met, de, met die zwangere vrouw. Uh, die mogen die vrouw natuurlijk steunen. Financieel bijvoorbeeld. Of uh, nou, allerlei andere dingen. Ik bedoel, ja, uh, zeg maar, naar de zwangerschapsschim brengen uh, en wit naar huis brengen. Zeg maar. Je ziet die vrouw dan als het ware als een draagmoeder. En misschien gaat het om een sociaal zwak iemand... die uh, slechte woonsituatie heeft, slechte leefsituatie. Nou, als adoptiegezin wil je dat ook niet voor je toekomstige kind. Uh, dat dat in, uh, ja, in de buik moet zitten van een vrouw die in een kot leeft. In een buurt met heroïneverslaafde, uh, drie dubbel doorgehaalde uh, ja, maloten. Dus dan zou je misschien zeggen, nou... Uh, hè? Waar we het hartstikke fijn dat jij ons kindje gaat dragen. En wat zou je ervan vinden om de komende tijd uh, ja, door te brengen daar en daar? Ja? Dan heeft zo'n vrouw die dan het kind moet dragen. ook een persoonlijke baat erbij, want ze brengt wel een offer. En het offer is dan batig voor zichzelf ook. Kan uh, aantrekkelijk zijn. Nou, dan is dat kind is gebaard en dan nemen dat die adoptieouders nemen dat over. En... Nou ja. En dan gelden er ongetwijfeld regels voor uh, bezoekrecht en zo. En, uh, waarschijnlijk in het begin niet... Er is een periode van verwijdering moet zijn. zodat die hechting goed kan ontstaan tussen uh, dat kind en die adoptieouders. Dat kan allemaal heel harmonieus. En dan moet zo'n moeder wel die maanden uitdragen. Dat wel. Nou, en als je nou abortus faciliteert in dat soort gevallen, dan is het leed, het onvermijdelijke leed wat je dan vermijdt, het is het uitdragen van die zwangerschap. Maar ja, de eerste maanden van die zwangerschap, als die vrouw dat verder aan niemand vertelt, heeft geen hond het in de gaten, dus euh, dan kan je niet echt spreken van een offer wat je dan brengt. Het begint pas op het einde te tellen. Dus dan heb je het over drie, vier, vijf maanden effectief die zwaar kunnen zijn. Maar je hebt het gehad. Misschien dat je ook moet beseffen dat je in zo'n geval zo'n draagmoeder een verblijf aanbiedt. Ja, in, uh, in een vakantiepark. Zo. Ja. Gewoon weg uit de samenleving. Weg van de familie. Weg van de kennissen. Gewoon een afzondering. Hoeft verder ja. niemand bij te zijn. Elke dag een natje en een droogje. Lekker frisse lucht. En een, een wat ontspanning en vermaak. Een paar maanden, that's it. En verkrachting. Ik laat een bizar verhaal vertellen. Ik weet dat er een Molukse vrouw is en die is verkracht door een Turk. Dit hele verhaal speelde zich. iets van negen jaar geleden of zo af. Iets korter. Hier in de uh, Arnhem omgeving. En ik ken een Molukse man vandaar dat ik wat weet van de achtergrond. En die Turkse man die die Molukse vrouw heeft verkracht, uh, die Turkse man die heeft de dood gevonden. Die is gedood. Er is een een soort van rechtbank geweest. Waarbij familieleden bij elkaar kwamen en toen is besloten dat drie Molukse mannen de verantwoordelijkheid kregen om te zorgen voor de dood van die Turk. En die mannen zijn gearresteerd en die hebben allemaal gevangenisstraf gekregen. En dat was ingecalculeerd. Dat hoorde ik van die Molukse kennisvriend van mij Ik had het in de krant gelezen en ik was geschokt. En hij, ja, hij lachte er niet om, maar hij zei dus tegen mij van ja, moet je luisteren, die Turk heeft dat ja, heeft het niet moeten doen. Dat was nogal dom van die Turk. En nou is die Turk dood en ja, drie van mijn broeders, Moluk's broeders, die zitten nou in de bak. Maar dat wisten we van tevoren dat is een prijs die hebben wij uh, ja, ingecalculeerd. Want ja, zoiets komt uit natuurlijk. Dus... En ik zeg niet dat ik wil dat niet goed praten, hoor. Want dat is wel erg strak dat je zo'n doodstraf voltrekt, uitspreekt en voltrekt. Ik kan je wel zeggen dat het een effectief middel is tegen verkrachting. In elk geval tegen verkrachting van molukse vrouwen. Het is wel een signaal dat je afgeeft. Ik ken ook het verhaal van een, een Surinaamse um, vrouw. Ja, zij is halfbloed. Ofzo. De vader is blank. En zij was dan van... Ja, van de, ja een hele mooie vrouw is trouwens. Die werkte toen in een kroeg achter de bar. En in die tijd kwam ik daar vaak. En ze heeft een dochter. Uh, nou, dat meisje wil graag uit. zit in de puberteit, dingen. Uh, ja, 15, 16. En zij had gezegd, uh, zij dus als moeder, had gezegd tegen haar kind... van nou, ik vind het allemaal best maar jij gaat niet uh, het wilde centrum van Arnhem in uh, zonder pepperspray. Heb je goed begrepen? En die dochter zo "Joh, ja, maar dat mag niet. En straks word ik gepakt door de politie en, uh, en, uh, blah, blah, blah. en dan ben ik de lul. Wat die moeder gezegd, nee, dat, 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 punt één, het is mijn probleem niet. En punt twee, je gaat er maar creatief over nadenken. Dus uh, haar dochter had een spijkerjasje. Dit hoorde ik van die moeder dus, hè? En die moeder vertelde dus tegen mij: van nou, ik heb tegen mijn dochter gezegd. Uh, dat dat heb je vaak aan als je uitgaat. Nou, wat je doet, is je gaat naar een of andere winkel. En dan koop je van die pailletjes en andere dingetjes. En een stukje stof. Dat heb ik nog wel ergens liggen. En je neemt je naald en je draad. En je borduurt maar een leuk uh, pepperspray uh, zakje. Op je borst uh, van het spijkerjasje. Op een plek waar je er heel makkelijk bij kan. Nou, niemand hoeft te weten dat je pepperspray bij je hebt. En de politie komt er echt niet achter. En als je er wel achter komt, nou ja, dan heb je pech gehad. Ja, gewoon pech gehad. Maar jij gaat niet uh, het wilde uitgaansleven van Arnhem in. Uh, en dan weer naar huis fietsen en alles met bij elkaar en dan midden in de nacht. En uh, je weet hoe die kinderen zijn, zonder dat jij een wapen bij je hebt. Er zal maar een of andere lood, uh, hè? Ja, natuurlijk is dat zo. Kijk, zo doe je wat aan verkrachting. was ook met mijn dochter een keer dat ze, het was al laat en het zal al donker worden en de vriendje die had griep, uh, ze wilde naar de vriendje toe. ik zei ho 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 ho, hoe laat ben jij thuis? Ja, nou, zus en zo. ik zeg nou, de deal is uh, voor donker thuis, hè? De moeder is dan heel strak en die heeft niet het met tijdstippen en alles. Van, ja, weet je wat, je moet dan maar tien voor half uur, moet je thuis zijn. Nou, zo ben ik niet. Maar voor het donker, dat is voor mij de maat. Dus in de zomer mag je later. Hè? Maar in de winter ben je eerder thuis. Als het donker is, nou, als jij. Dat is een meisje. Hè? Ja, maar zus en zo... Oh ja, en de deal was. Ze mocht wel later. Ik zei, maar dan word je thuisgebracht door je vriendje. Dat was de deal. ja. Toen ze een vriendje had, zei ik, nou, nu maakt het me niet meer uit. Dan mag je om 12 uur s'avonds thuiskomen. I don't care. Maar dan word je thuisgebracht door je vriendje. Eh, niet zoals uh, Marjane Vaatstra. Uh, uh, ja, alleen op de fiets. Ja, maar dat kon dus niet, want een vriendje had griep. Ja, oké. Okay. Nou, dan mag het dus niet. <laughs> Zij wilde dan wel. Ik zei, ja goed, maar dan is het nog steeds zo. Als jij verkracht thuiskomt, dan ben jij niet de enige met een probleem. Ik namelijk ook. En ik hou niet van problemen. Hou, oh, zei ze. Maar uh, je hoeft niet bang te zijn, papa, dat ik verkracht word. Want uh, als zo'n vent moeilijk gaat doen, nou, dan krijgt hij dit. Dan zei hij van die lange benen en van die Dr. Martens uh, schoenen eronder... En ze haalde dus uit met een van de benen. En ze schopte zo de rechtervoet omhoog, ter hoogte van haar schouder. En toen dacht ik: van nou ja, oké. Okay. Ja. En ze kwam dus onverkracht thuis. Ja. Kijk, verkrachting is wel degelijk iets waar je wat aan moet doen. Dat moet je met je kind doornemen. En zeggen dat het risico loopt. En dat ze er wat. Eh, dus die dochter van die half Surinaamse vrouw, die, die ging met een wapen over straat. Want een pepperspray is een wapen. Je kan je dochter ook een stiletto meegeven. Of uh, voor mij pas een punt .22, uh, zo'n handvuurwapen. Ja, maakt mij niet uit. Een looie pijp en een leuke leren etuietje, dinges. Doet ook wonder hoor. Of een taser. Ja, je moet je kind wel bewust maken van het gevaar van verkrachting. En daar moet je wat aan doen. Maar een abortus is geen remedie. In het geval van verkrachting, het doet niks aan het fenomeen af. Die verkrachting blijft. Het enige wat je doet, is de consequentie van die verkrachting verminderen. Maar over welke uh, vermindering heb je het? Want doe je het harmonieus afronden, hè, je wilt dus niet de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Nou, dan moet je zoveel maanden in de ronde lopen met benen in je buik. Maar dat kan toch helemaal uh, totaal verzorgd? Dan word je ondergebracht in zo'n ding van roompot. Of iets van uh, uh, Lendal Green Parks. Waarom niet? Waarom niet? Kan je lekker kalamaan doen. zo'n adoptie uh, zo'n adoptiegezin. Dan kan dat heus wel betalen in de regel. Je hebt natuurlijk ook mensen die zijn als arm als een kerkrat en willen graag kinderen en kunnen ze zelf niet maken. Maar er zijn ook mensen en een man heeft een behoorlijke baan. En in zo'n gezin komt dan 6, 7, 8000 euro netto in de maand komt er binnen. Nou, uh, die kunnen wel een centje missen, hoor. Met het vooruitzicht op een kind. En dan kan je, als dat kind gebaard is, dan kan je nog wel misschien wel vijf of tienduizend euro meekrijgen. Ergens op een spaarrekening. Snap je? Dus ik heb nou die twee gevallen besproken, waarbij die... De, de, de medische indicatie, nou dan kijk ik naar die doelgroep waar ik nou mee werk en dan denk ik, nou nee... Die mensen hebben een. Ja, die, ja die, die ene vrouw waar ik het net over had. Die zegt, nou, uh, laat je nou even prikken, want als je ze het geprikt bent, dan komt Perry even kijken. En die vrouw dan gelijk denkt, oh, nee, maar als Perry komt kijken, nou, dan ga ik ervoor zitten hoor. En lachen naar mij, man. Ik noem dat een menswaardig leven. Punt. En ik ben blij dat zij niet geapporteerd is en ik ben ook blij dat ze niet geutaniseerd is. Op het moment dat je begint met dat soort mensen te apporteren of te euthaniseren, ga je op een hele glijdende schaal zitten. En waar je mee eindigt, dat is een maatschappij gelijk aan de maatschappij van de katholieke kerk, die in de jaren 30 en 40 de baas was in Duitsland. Dat zijn ze nog steeds, maar toen was het extreem. Adolf Hitler werd aangestuurd door de paus. Weet je nog? Je leest je geschiedenisboek. Ja, zo'n maatschappij wil jij niet, mag ik aannemen? Ja, dan moet je dat ook niet willen. Dus geen abortus op medische indicatie, punt. Uitzonderingen uitzonderen. maar dan heb je dus over dat de moeder dreigt te overlijden. En, ja. en het kind gaat zonder meer dood. Maar wanneer komt dat voor een uh, op de honderdduizend of zo? Dus daar hoef je dus helemaal geen rekening mee te houden. En voor de rest ja. laat die mensen maar geboren worden. Nou, ja, een verkrachting. Dat heb ik daarnet denk ik hopelijk goed uitgelegd. Ik ben absoluut tegen verkrachting. En ik vind dat die vrouwen die dan wel verkracht zijn. dat, die, dat je er toch wat voor moet doen. En zeg het maar. En het devies is dan nog steeds. Uh, voorkomen is beter dan genezen. En wat die molukkers uh, hebben gedaan. door dan zo'n verkrachtende Turk uh, te choppen. Nou, dat vind ik bruut. Maar wel begrijpelijk. En het is een remedie. Kijk, dat, dat, dat is een remedie. Maar abortus niet. Het is geen remedie. Je maakt er niks goeds mee. Snap je? En dan kan jij je afvragen, van well, ja, maar Piri, waarom heb je het toch steeds maar weer over abortus? Nou, dat komt dat mijn tweede kind is geapporteerd. En mijn tweede kind is niet uh, middels een verkrachting uh, ontstaan. Want ik was wettig getrouwd. En wij hadden, dacht ik, consensuele seks. En er was ook geen enkele medische indicatie. Nee, nou ja, de kind is gedood. En aangezien dat kind uh, onschuldig was, ja, het doden van een onschuldig wezen, uh, dat heet moord. Dus mijn tweede kind is vermoord. En heb ik een condoleance gehad van iemand. Die tegen mij gezegd heeft van ik heb het gehoord dat je kind is vermoord. Gecondoleerd. En hoe gaat het met je? Nou, het aantal mensen, dat kan ik tellen op de vingers van een hand die uh, alle vingers mist. Namelijk nul. Niemand heeft mij gecondoleerd. Helemaal niemand. Ja, dat. Uh, dat draag ik bij me. Snap je? En hoe heeft het zo kunnen komen dat mijn tweede kind is vermoord? Ja, dat heeft zo ver kunnen komen door die. Wetgeving in Nederland die abortussen faciliteert. En dan krijg je dit soort dingen. Dus de, de moeder van mijn kind die je aangestuurd heeft op die abortus. die werkt mee, die wil leven in een maatschappij... waarin die mensen, waarvoor ik dan... Uh, ja, ik, ik, doe, uh, ja, ik, ik doe die mensen niet uh, begeleiden en zo. Uh, uh. Ik doe alleen maar de kleren opvouwen en een beetje moppen. En, uh, vuilnisbakken legen, zo. Uh. Maar de moeder van mijn kind... Die stuurt aan op een samenleving waarin dit soort mensen waar ik dus bijna dagelijks mee te maken heb, dat die zo dadelijk niet meer zullen leven. Want als je zelfs gezonde kinderen, zonder dat er sprake is van verkrachting, laat aborteren, euh, ja. Uh, dit is voor jou om over na te denken. Snap je? En begin met mij nu niet een discussie over, uh, ja, maar uh, uh, de, een vrucht heb je het over in de buik. Uh, Daar uh, dat kan je niet spreken van moord, want het leeft niet. Oh ja, joh. Wat het leeft wel namelijk. Waarom zou je het anders laten doden? Als het niet leeft, hoef je het ook niet te doden. Hè? Als het leeft. Ja, maar het is het lichaam van de vrouw. En een mens mag doen met zijn eigen lichaam wat het wil. Dus uh, aangezien vrouwen mensen zijn, mogen vrouwen met hun lichaam doen wat uh, ze willen. Nou, dat lichaam van dat kind is geen onderdeel van het lichaam van die vrouw. Dat lichaam van dat kind zit in het lichaam van de vrouw. He? Dus ik mag met mijn huis doen wat ik wil. Omdat het mijn huis is. Ik betaal hier de huur. Hier op de Rodeburgstraat, hier in Arnhem. Ik betaal hier de huur. Ik doe met mijn woning wat ik wil. Ja, de woningbouwvereniging is niet met alles even blij, hè? maar in principe ben ik hier de baas. Maar ik mag niet uh, iemand die in mijn huis is doden. En dat ik zeg: ja, ik mag in mijn woning doen wat ik wil. Dus uh, ja. Nee, want uh, iemand die in mijn huis dat is een ander lichaam, snap je? En als jij als vrouw, uh, dat je nachtmerries krijgt bij het feit dat jij verantwoordelijk kan zijn voor een ander lichaam in jouw lichaam, als je dat hebt, ik zou niet weten waarom, maar stel je hebt dat, dat je daar helemaal niet tegen kan. Dat heet dan uh, uh, fetusphobie of zo. Of ortus orthofobia. ortus betekent vrucht. Vruchtangst. Stel je hebt vruchtangst. En dat is heel erg en je... Oh man, en de, oh, je, je kan er helemaal niet meer leven. En, en, elke nacht heb je nachtmerries bij het idee... wat je een vrucht... Oh, een ander lichaam in mijn lichaam. Ah, weet je. Sterilisatie? Dan ben je er vanaf. Dan loop je dat risico niet. En, en you believe me... Steriliseren, daar, daar zijn ze heel erg goed in... en. Het is een operatie van niks. Kijk, dan neem je je verantwoordelijkheid. Ja? En voor de rest, ja, wat is nou het risico voor jou om een ortes te krijgen, een, een vrucht te krijgen in jouw buik? Wat voor een risico loop je nou? Er wordt wel eens gezegd van nou, die vrouw die is zo ontzettend vruchtbaar. Uh, die wordt wel vruchtbaar als ze plaatsneemt op een toilet. En dan springen er al spermacellen er binnen en is ze al zwanger. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Je wordt niet zomaar zwanger. Je wordt zwanger van de daad. Daar word je zwanger van. Dan doe je dat, doe je dat toch gewoon niet? Als jij geen seks hebt, dan hoef jij ook niet bang te zijn dat je zwanger wordt. En over verkrachting heb ik net gehad. Als jij ervoor zorgt dat jij een peppenspreetje in je, in je spijkerjasje hebt... leuk weggeborduurd, zoals je moeder dat adviseerde... wat denk je dat het risico is dat jij verkracht wordt? Ga er weg, homo. En daarmee bedoel ik uh, slapjaners? Zeurneus. Tuurlijk niet. En dan rij je, net als Marjane Vaastra, de een of ander bosweggetje... En dan een man, nu ga even terug nu. En In eerste instantie niks doen. Gewoon heel rustig, gewoon voor je fiets afstappen. En uh, ja, als die man je toch niet loslaat, dan, dan gewoon meegeven, 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 meegeven. Dan gewoon je gewoon je momentje afwachten. En dan haal jij je pepperspray tevoorschijn uh, tevoor en dan... Pssst, en door blijven spuiten tot het ding leeg is. Oh ja, en ook een goed idee als je toch uh, zijn jonge heer uit zijn broek heeft hangen. Uh, spuit ook even zijn jonge heer onder de pepperspray. Werkt ook als een tierenlier, hoor. Ja, wees een vrouw met ballen? Neem je verantwoordelijkheid. Snap je? En voor de rest krijg je een glijdende schaal. Waarin volslagen onschuldige mensen worden gedood. Worden vermoord, dus. In situaties waarin er niks aan de hand is. He, ons eerste kind, die is nu 19. En die, die doet sociaal-pedagogische hulpverleningstoestanden. Die haalt tienen op school. Echt waar, ik schaam me kapot. En de broertje is vermoord. En daar mogen we het niet over hebben. Ook nog een keer. Wat is het voor een samenleving? Snap je? Dat wil je toch niet, of wel? En dat zijn de keuzes die jij maakt... In je denken. Dit zijn geen grapjes. Dit zijn hele serieuze dingen. Het is weliswaar voor het slapen gaan en alles. Maar het is voor ons een manier om. Het is een manier van denken met hoe je denkt over leven. En mag je leven beëindigen? Dat is ook nog een, een controversie die in de Bijbel zit. Dat een van de geboden van Mozes, een van de tien geboden. En die luidt volgens de King James en volgens de Statenvertaling, luidt, die, luidt dat gebod: uh, gij zult niet doden. Dat staat in het Nederlands in de Statenvertaling. In de King James staat: Thou shalt not kill. En er zijn mensen, en die zeggen van nou: in het Hebreeuws staat: Gij zult niet moorden. Dat is een controversie, is dat. En jij mag kiezen aan welke kant je staat. Maar je staat toch minimaal aan de kant van die Joden. Nou, met de Joden. Ja, met de Hebreeuwse vertaling. Hè? Je bent toch tegen moord? Wat is dat nou? En het verschil tussen moord en, en doden. Moorden en doden. Moord en dood. Doodslag. Minst, het verschil daartussen is dat in het geval van doden. Dan is er iemand schuldig. Ik heb net ook gezegd dat een Turkse man had een Molukse vrouw verkracht en die heeft de dood gevonden. Die is gedood. Die is niet vermoord. Die is gedood. Die, die Molukse familie was bij elkaar gekomen en die hebben gezegd: nou, we accepteren dit niet. En de straf voor die Turk is de dood. En die doodstraf die is voltrokken. Daar is geen politie bij gehaald. Dat hebben ze zelf gedaan, snap je? Die Turk was ook niet onschuldig. Dat wisten die molukkers zeker. Dus vandaar de dood. Maar je bent toch tegen moord? Wat is dat nou? Onschuldige mensen mogen niet, die mogen niet gedood worden. Onschuldige mensen verdienen bescherming. Onder alle omstandigheden. Ja, en mijn kind had, uh, was 14 weken. Het had al een uh, bloedsomloop. Het had dus een hartslag. Uh, Meer. Ze hebben in Amerika hebben ze experimenten gedaan om abortussen uit te voeren terwijl de abortuspleger op een beeldscherm kon zien um, met een sonor of sonar, hoe heet dat. Met geluidsgolven kunnen ze een beeld maken. Dat heb je ook als je gewoon zwanger bent, dan doen ze zo van met die chilly krijg je op je buik en dan gaat er zo'n apparaat op en dan kunnen ze een fotootje maken van iets wat in je buik zit. Hè? Nou, daar zijn ze mee gestopt. Omdat dat beeld voor die dienstdoende, uitvoerende moordenaar, dat was te confronterend. Die mensen, die abortusplegers, die kregen psychische problemen. omdat ze geconfronteerd werden met foetussen. Ze moeten ze dan genoemd worden. Met mensen. Die in de buik uh, pijn uh, ervaren en weg willen van de pijn. En die, die trekken beentjes in en die trekken armpjes in en die willen weg. En die. auw, auw, auw. En dan moet jij met je stofzuigen, stof zuigen, moet je doorzetten. Ja. Die mensen kregen daar dermate psychische problemen mee dat ze dat ze hebben dat afgeschaft. Terwijl het veel veiliger is. Want nu moeten die abortusplegers, die moordenaars, die moeten het weer ouderwets gaan doen op het gevoel. En dan zitten ze rustig te zuigen aan de baarmoederwand. Ja, als je die baarmoederwand kapot maakt, dan, dan kan zo'n vrouw een onherstelbare schade aan overhouden. Snap je? Denk er maar eens goed over na, wat jouw standpunt is over abortus. Want daar dat kan je rustig voor het slapen gaan over nadenken. En jij kan kiezen voor het leven. En jij kan kiezen voor die, voor die langmoedigheid Waarmee ik dan uh, uh, met een, een swabber en een dweil en alles in de rondte loop. En, en dan de boel schoonhou in een ruimte waar mensen verblijven. En die. Ja, die ja, doen die, die helemaal niks. Maar ze hebben wel een zo menswaardig mogelijk bestaan. En ze worden niet geautoriseerd. En ze, worden, ze zijn niet geapporteerd. En dat gaat ook niet gebeuren. Niet voor zover ik er nog iets over te zeggen heb. En ja, dat kost de samenleving geld. Ja, nou en? Zoals ze in Amsterdam zeggen... Het kost je patiënten, maar dan heb je ook wat. En denk daar maar aan. Ga maar lekker denken aan het leven en hoe mooi, en hoe mooi het is... als mensen voor elkaar zorgen met liefde en aandacht. Heb je? Maar nou, wel trusten, lieverds. Tjus.